Er is vandaag zoveel gebeurd en zoals jullie zien was ik ergens inderdaad. Maar ik kan niet vertellen waar het voor was, maar het was ongelooflijk leuk. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog van mij. Mijn naam is Sander Pad en ik ben net wakker en we gaan klaarmaken. Maar we gaan het allemaal zien. Het is wel echt weer om van te genieten zo, vind ik. Maar wat gaan we doen? Even snel een bakje koffie zetten. Morgen vanmiddag, als ik thuis ben, ga ik even dingen opruimen. Maar moet er echt wel gebeuren nou. Want ik laat het elke keer uitstellen. Maar nu ga ik daar zo snel mogelijk even doen. Maar eerst even een beetje wakker worden met een bakje koffie. Dus dat gaan we sowieso even eerst doen. En wachten tot ik opgepakt word. Maar dan gaan we nu even lekker eerst een bakje koffie zetten. En lekker wakker worden. Nou, ik ben er eigenlijk natuurlijk voor iets en dat ga je laat in de avond nog zo zien waar het over gaat. We zijn iets aan bezig met iets wat nog niet bekend wordt gemaakt pas vanavond. Er komt een aparte video, dat kan ik ook wel eens melden. En dat is binnenkort te zien op mijn vlog YouTube kanaal. Dus hou de vlog in de gaten. Er is vandaag zoveel gebeurd en zoals jullie zien was ik ergens inderdaad. Maar ik kan niet vertellen waar het voor was, maar... Het was ongelooflijk leuk om te doen en binnenkort te zien hoe en wat, maar waarvoor het is kan ik ook niet vertellen. Maar ik heb wel ongelooflijk leuke dag gehad vandaag. Ja, nu ga ik maar even lekker even bijkomen, dadelijk even lekker avondeten. Want ik heb van 9 tot nu, ik net echt letterlijk thuis ben, heb ik iets gedaan. En binnenkort weet jullie er meer over. Dus wil jullie weten in ieder geval waar het voor is? Dan horen jullie binnenkort. Maar ja, dan gaan we nu even lekker relaxen. En even bijtanken in ieder geval vandaag. Want wat er vandaag allemaal is gebeurd, is even kost energie, laten we zo zeggen. Maar ja, nu maar even denken, even lekker bier ook aanzetten. Dat is ook even lekker. Het is tijd geleden, dat is gisteren voor laatst natuurlijk. Dus ik ga maar even dat aanzetten. Laten we dat even doen. Hier ook. Even kijken. Daar. Dus. Maar ja. In ieder geval. Even lekker bijtanken. En wat ik heel vaak doe. Wat ik al eerder gezegd. Wat ik in ieder geval wel ga doen. Is morgen lekker uitslapen. Want ik ben de hele week. Heel vroeg wakker geworden. Vandaag om 9 uur. En de rest van de dagen heel laat. Dus ik ga even lekker bijtanken en lekker uitslapen in ieder geval. En daar ben ik heel even nu aan toe. Want maandag moet ik al om 9 uur op beginnen. 6 uur zelfs, sorry. Maandag moet 6 uur beginnen. Dinsdag ben ik vrij voor Special Media Award. Ja, nu ga ik even lekker bijtanken. En even uitrusten. Want ik ben kapot. Echt, kost veel energie wat ik vandaag heb gedaan. Ik... kan ik ook trouwens over hebben. Ik was natuurlijk gisteren ben ik bij mijn moeder geweest en ik kwam met een leuk idee. Een ander leuk idee waar ik heel erg blij mee ben. Ik zit toevallig lekker voetbal kijken. Net wees ze edit ook nog. Dat is klaar. Maar mijn moeder kwam een leuk idee waar ik echt best wel blij mee ben. En die zei van... Sander, ik heb binnenkort dat ik mijn computer weg ga doen en wil jij een computer hebben. Voor mensen die het niet weten eigenlijk, die computer die daar staat, die doet eigenlijk niet echt. Dus wat er mee aan de hand is, geen flauw idee. Al schiet je maar lek. Ik weet niet wat er aan de hand is. En ja, het is wel balen gewoon wat we met de computer aan doen. Zonder ons word ik mee doorgeëdit namelijk. Maar dat kan hij niet, want hij doet het niet namelijk. Daar baal ik wel van. En toevallig zit ik nu lekker RKC Sparta te kijken, nog steeds 0-0. En ja, het is wel een standaard dat ik ook voetbal ga kijken. Morgen weer, wat ik sowieso morgen ga doen, is echt letterlijk uitslapen. Want ik heb hele week van 5 uur 15 ben ik de hele tijd wakker geworden. Ik vind het moeilijk, ik heb moeite. Voor mensen zeggen, waarom zeg je die tijd? Nou, dat zit zo. Ik heb letterlijk moeite met tijd te zeggen, bijvoorbeeld 8:15 of 8:15. Het enige wat ik makkelijker vind is 8:30.
Maar denk je van, hoe kan je nou dat moeilijk vinden? Ja, je moet gewoon accepteren dat sommige mensen dat moeilijk vinden. En ik kan je ook melden, morgen na de uitzending van Special Media Award komt er een andere apart video online van een video over iets over, komt er ergens, gaat er video, komt er een apart video online. Nou, ik ga op die manier maar zeggen, want ik wil niet te veel iets spoilen wat niet de bedoeling is, dat ik zeg ik iets te veel wat mijn bedoeling niet is. Dus, ja, jullie gaan het zien. En hoor, ik hoop dat jullie in ieder geval leuk gaan vinden. Ik heb in ieder geval, wat er vandaag is gebeurd, ongelooflijk superleuke dag gehad. Ik heb ervan genoten. Verder kan ik niks zeggen. Het is iets wat heel bijzonders wordt. En dat ik morgen bekend ga maken. Dus, morgen ga ik meer over vertellen hoe en wat. Wie, wat er is, waar het over gaat, hoe en wat. En wil je het zien? Kijk dan de vlog van morgen. Want dan kan ik er meer over hebben. Of je kan het video zien van hier vandaag aparte video. Na Special Media Award video. YouTube uitzending. Verder kan ik niet zo over zeggen. Misschien hebben jullie het een beetje door. Maar houd het in de gaten. Want wat ik je wel kan vertellen. Vanavond om 19:30 wordt de winnaars bekendgemaakt van Special Media Award. Wil je weten wie de winnaar is geworden? Kan twee manieren achterkomen. Of mijn social media in de gaten houden. Of je kan Special Media Award zelf op YouTube kijken. Hoe je er kan kijken staat hier beneden in de beschrijving. En ik zeg kijken. Dus kijken waard. Mooie. Special Media Award 2020. Anders dan normaal wat ik had verwacht. En ja, het is anders gelopen hoe het had moeten lopen. Maar dan kom je vanavond om 19:30 achter hoe dat allemaal zit. Het heeft in ieder geval met deze situatie te maken, coronatijd. Het is anders dan normaal. Maar ja, wie weet, volgend jaar dat anders gaat lopen. Of ik weer in de jury zit, is ook nog de vraag. Maar jullie gaan het wel zien. In ieder geval, wat ik ook wil zeggen is, ik ga lekker in ieder geval vandaag lekker uitslapen, wat ik al zei. Hoe laat ik ga wakker worden, geen flauw idee. Hoe laat ik ga slapen, geen flauw idee. Dat ga je ook horen. Maar het is wel kijken waard. Hé, Kanja? Ik ben er wel het enige wat ik kan zeggen, ik ben op pad geweest vandaag. En waarvoor? Ik weet geen flauw idee waar ik een paar weken in ben geweest. Ineens uit mijn hoofd, ineens is er gewoon weg uit mijn hoofd geschoten. Daar baal ik een beetje van. Wat het is, wat heb ik vandaag ook weer gedaan? Geen flauw idee meer. Ineens is het footsie verdwenen. Nou, ik heb echt ongelooflijk, maar ik ben nog steeds back and back af. Het is al 12 uur geweest, geloof ik. Ja. Oh ja, 12 uur geweest. Ik moest even denken, hoe laat is het nou, joh? Maar ja, ik ga, wat ik al zei, heerlijk nu lekker uitslapen. Lekker niks doen. En lekker nestje en wakker worden wanneer ik zin heb. Daar ben ik nu echt aan toe. Want ik ben de hele dag, hele week, tot en met zaterdag vroeg wakker geworden. Tenminste, ik kon vandaag gewoon een beetje uitslapen dan normaal. Normaal ben ik vroeg wakker en nu overmorgen nog meer vroeg wakker. 6 uur moet ik dan beginnen, in plaats van 7 uur. Maar wat we nu gaan doen is, ik ga lekker mijn bedje in. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers en gewoon een nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Toen zat ik ineens lekker bij Rick. Lekker met Pils. Lekker FIFA spelen. Kan je trouwens wel even over FIFA vertellen? Voor mensen die weten of FIFA veel spelen. Sinds kort is FIFA. Je gaat binnenkort iets afgehaald.